Je kan natuurlijk een lege databank ook in SQLite helemaal van vooraf aan beginnen te vullen, maar vaak ga je lijsten importeren. En om dat importeren even te schetsen, vertrekken we nu vanuit Excel, waar we een aantal lijsten hebben. Hier gegevens van de binnenstad Batavia. We hebben ook een lijst met dezelfde gegevens voor de buitenstad. We hebben de lijst met de namen van de groepen en we hebben de lijst met de stadskwartieren. Nu, ik ga op het eerste werkblad staan, Batavia, en ik ga dat nu exporteren als een tekstbestand door te kiezen opslaan als. Ik ga dat Batavia noemen en ik ga daar een CSV-bestand van maken, tekstbestand. CSV betekent dat, dat de kolommen gescheiden zullen worden door een komma of een puntkomma. Dat kan ik allemaal bepalen. Wanneer ik voor tekst kies, een tekstbestand, dat kan ik hier ook kiezen, kan ik een tabteken als scheidingsteken nemen. Maar we gaan eens even CSV UTF-8 nemen. UTF-8 is de encodering van de speciale tekens, dus Unicode. En ik ga dit even opslaan. Er bestaat reeds zo'n Batavia CSV. Ik ga dat vervangen. Oké. Nu zegt hij goed dat bestandstype laat u maar toe om maar één werkblad te nemen. Is het oké als u het actieve werkblad opslaat? En dat is inderdaad wat we wouden doen. Dus we doen oké. Ik krijg weer een waarschuwing die ik niet ga weergeven en hij heeft dat nu zo opgeslagen. Nu kunnen we even in een teksteditor dat bestand gaan openen. We gaan dat eens even bekijken. En we hebben hier onze Batavia CSV. En we zien nu de verschillende hoofdingen van onze kolommen met de gegevens. En een dergelijk bestand kan ik inlezen in SQLite. Dat gaan we straks doen. We gaan dit even terugsluiten. En we gaan de andere tabellen ook opslaan als, en dit noem ik dan Outer City, ook als CSV. Slaan dat op. Oké. Zelfde voor groepen. Groepen. Slaan dat ook op. En dan tenslotte de kwartieren. Dus hij gaat telkens het actieve werkblad opslaan. En ik heb nu deze vier tabellen gemaakt als CSV-bestanden. We kunnen nog eens even checken misschien met die kwartieren of dat ook oké is, inderdaad. Dus zo zien al die bestandjes daaruit. We kunnen dit hier weer sluiten. Goed, we gaan nu even die Excel, we gaan dat terug opslaan als een Excel-file, want we zouden toch niet graag al onze gegevens kwijt zijn. Dus we gaan dat als een Excel-werkmap opslaan. En dat noem ik Batavia New. Ik denk dat dat bestand wel al bestaat. Oké, we gaan dat even overschrijven dan. Oké, dus we zijn onze gegevens niet kwijt, staan hier nog als een Excel-file. Nu gaan we die Excel even sluiten en we gaan naar onze SQLite Manager. En daar ga ik een nieuwe database maken. Ik noem dat Batavia New. En ik heb dus weer een lege database die ik hier gemaakt heb. Dus we
selecteren dat Batavia New SQLite momenteel geen tabellen in. En nu kunnen we in plaats van via een SQL statement gegevens in te voeren, zoals we in een vorig filmpje gedaan hebben, gaan we nu de tabellen gewoon importeren. Importeren en dus niet via SQL, maar als CSV-bestanden. Ik ga het bestandje even selecteren. En ik begin bij Batavia. We gaan dat openen. Het is comma separated. Het komt uit MS Excel, dus ik ga dat hier zo aanduiden. En mijn eerste rij bevat mijn kolomnamen. Dus we doen nu oké. En hij gaat die nieuwe tabel maken. Nu, heel belangrijk is hier wel dat je die gegevens op de juiste manier inbrengt in Excel. En het is wel in SQLite. En het is van belang dat zeker je ID en in dit geval ook alle numerieke gecodeerde velden, dat we die als integer gaan inlezen. Zodanig dat we ze als getallen gecodeerd hebben en daar dan natuurlijk ook berekeningen op kunnen maken. En mijn ID hier, dat is mijn primary key. Ik ga die ook auto-incrementen en die moet uniek zijn. Dus we gaan dat zo inlezen en ik heb 1768 rijen. En nu zien we eigenlijk onze Batavia-tabel, de structuur. En ik kan er ook door browsen en u ziet dat dat correct ingelezen is. Hetzelfde kan ik nu voor de andere tabellen doen. Dus database, import, select file, groepen, open. Nu hier ook first row contains column names, comma separated, like MS Excel. We voeren dat in. Oké. Nu hier mag het gewoon tekst blijven, want die groepcode is geen nummer. Dus we doen... ik kan daar wel een primary key van maken. Nu, SQLite gaat dat eigenlijk niet doen, want die wil dat dat getallen zijn. Dus we doen oké, we voeren dat in. We kunnen even naar die groepentabel gaan kijken. Maar u ziet dat SQLite daar zelf een nieuw row aan gegeven heeft. En zo kunnen we dus de verschillende tabellen gaan importeren. Ik ga ze voor de volledigheid nu allemaal even doen. Like MS. Wel, klopt allemaal. We voeren dat in. Oké. Het kwartier is hier een integer, is ook een key, kan ik auto incrementen en is uniek. En dan heb ik hier mijn tabel kwartieren met het nummer van het stadskwartier en het kwartier. En tenslotte de laatste tabel is de tabel Outer City, waar we weer wat meer gaan moeten converteren. Dus we voeren dat uit en we moeten hier wel iedere keer die integers van maken. Nu, SQLite, zoals vele SQL databases, ondersteunt heel wat getalformaten, meer dan Access. Ik heb hier gewoon de eenvoudigste conversie genomen die ons snel onze tabel gaat opleveren. Zo. En zo zie je hoe je vanuit CSV-bestanden gegevens kan inlezen. Het kan ook vanuit een tekstbestand dat dan tab delimited is, dan moet je dat bij het importeren ook aangeven.